Het verplichte drie gangen menu is een voorgerecht met makreel, vervolgens een duif en tot slot een chocoladedessert. Je hebt 4 uur tijd om alles klaar te maken. Dat betekent dat er niks fout mag lopen. En intussen kijkt de jury je op de vingers. Ieder kandidaat heeft wel een hulpkok bij zich. Dus ze hebben 1 commis, zoals we zeggen, voor de kleine garnituren. Want zij moeten werkelijk alles beginnen van nul. Hé. Dus de ijsroom moet gedraaid worden, dus de patisserie moet gemaakt worden. Het is echt een harde wedstrijd, hoor. Het is een harde wedstrijd. Hebt u al wat lekkers geproefd? Ik heb al zeer lekkere dingen geproefd, op zeer hoog niveau. Ik heb ook mindere dingen geproefd, maar ik heb al die zekere 2 sterren waard zijn. Wie hier wint, mag zich de beste kok van het land noemen. De jury is streng, maar winnaar Wim van Hekken kent het klappen van de zweep. Het is de tweede deelname? Tweede deelname, ja, inderdaad. Dus ik weet ongeveer wat er mij te wachten staat, maar dan nog, dus de concurrentie is hard. Dus belangrijk om er blijven voor te gaan. Hoe loopt het deze keer? Goed, eigenlijk vorige keer is het ook goed gelopen, maar was de concurrentie moet sterk, dus we zullen zien wat het dit jaar wordt. De winnaar van de Prosper Montagnier-wedstrijd zet achteraf dikwijls de stap naar een eigen zaak. Dat is in feite de stimulatie van een jong talent. Om zich dus in het vak verder de kansen te creëren om met de tijd zijn droom van eigen restaurateur te worden te realiseren. Dat is de hoofdbedoeling. Het ondersteunen van de Belgische gastronomie met en door de jeugd. Volgende week vindt in Brussel de Prosper Montagnier-wedstrijd plaats voor de titel van eerste sommelier van België.